Mijn volgende gast is Liesbeth van Tongeren, vice-fractievoorzitter van GroenLinks. Staat nu op nummer 6 op de kieslijst. Had de portefeuilles van onder andere energie, economische zaken, innovatie, milieu, veiligheid. Was daarvoor ook nog directeur van de Nederlandse afdeling van Greenpeace. En in 2015 was u groenste politicus van het jaar, verkozen door Natuurmonumenten. Welkom. Fijn dat u er bent. U heeft een paar roerige maanden achter de rug, als ik het zo mag zeggen. Ja, nou ben ik iemand die sowieso dol is op een vrij actief leven. Dus ik heb meer roerige maanden gehad. Maar je doelt waarschijnlijk op het feit dat ik eerst niet op de GroenLinks-lijst gekomen ben en later wel. En inmiddels wel. Wanneer hoorde u dat, dat hij niet op de lijst stond? Was aan het begin van onze herfstvakantie, dus ergens midden oktober. En uw eerste reactie was toen? Ik was echt... ik had het idee... De mensen zullen dat misschien zelf ook wel meegemaakt hebben. Dat je denkt van, nou, ik ben goed bezig in mijn baan. Of in mijn stage. Of het gaat lekker met mijn vriendje. En dan in ene wordt er gemeld van, nou ja, bij nader inzien toch niet. En we hebben je niet meer nodig. Dus de meeste mensen reageren daarop. En ik ook met totale verbijstering. Ik zag het absoluut niet aankomen. Ik heb nog steeds geen redenen gehad waarvan ik denk van, ja... Dat begrijp ik wel enigszins. En ik liep dus gewoon verbaasd rond van waarom dan? En geef dan eens redenen. En hoe wil je dat dan gaan doen? En wat denk je dat de media hier zo al van vinden? En er was afgesproken dat u dat toch even stil zou houden totdat de officiële kandidatenlijst bekend werd. Ja, er werd mij gevraagd en ook ja, wil je er proberen nog wat aan te doen, dan helpt het niet als je dat direct in de krant laat zetten. Dus ik ben naar onze beroep- en bezwaarcommissie geweest. Ik heb gekeken of ik in gesprek kon komen. Ik heb ook gezegd van nou ja, als je gewoon van me af wilt omdat je me misschien een vreselijk takkenwijf vindt, hè, dat kan. Zullen we het dan op een elegante manier doen? Hè, zet mij dan lager op de lijst. En dan werk ik nieuwe mensen nog in, dan kan ik wat overdragen en dan ga ik naar ander werk zoeken. Zoals je dat in een bedrijf ook doet, zoek dan een elegante exit. Nou ja, tot mijn teleurstelling was dat allemaal niet mogelijk. Dus toen dacht ik van ja, dan zijn er twee redenen. Of ik verzin een of andere smoes, waardoor ik zeg dat ik uit mezelf 3 weken voordat de lijst naar buiten komt er toch af wil. Nou, dat is misschien ook niet heel geloofwaardig geweest. Nou ja, ik kon ook niks verzinnen waarvan ik zin heb, want dat moet je niet 1 keer vertellen. Dat moet je dan de komende jaren volhouden. Bij elke nieuwe werkgever. Nee, maar serieus. Als ik zeg van ja, ik wou toch meer aandacht aan mijn kamerplant besteden, dan moet ik dat bij elke nieuwe sollicitatie uitleggen. De kamerplant voor... Ja. Verdedigen. Wat zijn redenen waarom mensen weggaan? Is ze willen meer tijd aan hun gezin besteden. Nou, ik heb 2 volwassen kinderen. Mijn partner is vluchtelingen aan het redden. En die zit of in Libië, of in Malta, of op Lesbos. Dus daar zou ik heel graag meer tijd aan besteden. Ja, maar die is niet in Nederland. En, dus dat is geen redelijke reden. Nou, en de andere reden is iets rond gezondheid. Maar daar ga je niet direct beter van in de arbeidsmarkt liggen. Nee. Bovendien moet je dan dat verhaal ook blijven volhouden. Nee, ook naar je hele kennissen en je vriendenkring. Dus ik heb dat ook doorgenomen met de partijtop. Van jongens, had het mij van het zomer verteld, dan had ik nu wel ander werk gehad. Maar dit gaat niet. Dit gaat niet. Nee, en als u nu, u heeft er vast veel over nagedacht. Ook over, als u nu terugkijkt naar die laatste jaren. Zijn er dan tekenen? Of heeft u dan gedacht van, oh, toen werd wel duidelijk dat ze niet heel erg blij waren. Of toch niet helemaal tevreden. Of... Nou, er is geen hele duidelijke ze. Hè? Een politieke partij is toch eigenlijk, dat werd net ook door de cybersecurity-expert gezegd, het is best wel een amateurvereniging. Ja, een MKB. Nou, een amateurvereniging. Ik denk dat een heleboel voetbalclubs nog wat strakker georganiseerd zijn. We zijn, GroenLinks heeft 4 zetels, is een vrij kleine organisatie. En er worden dus mensen gevraagd voor zo'n kandidatencommissie. Hij werd voorgezeten door de ex-burgemeester van Menterwolde. Er zit iemand in die 5 jaar geleden fractiemedewerker geweest is. Er zit, wie zat er nog meer in? Iemand die in de jongerenorganisatie van GroenLinks gefungeerd heeft. Dus mensen die allemaal politiek geïnteresseerd zijn, maar niet noodzakelijkerwijs mensen met echt een stevige human resource opleiding of hele zware managementverantwoordelijkheid. Maar dit wordt toch ook wel besproken met het partijbestuur, neem ik aan? De procedure, GroenLinks is redelijk anarchistisch. De procedure is echt dat die commissie dat gewoon zelf mag gaan doen. Nou, zij hebben dit zo gedaan en kwamen met hun besluit. Ja, en dan kan het partijbestuur of zeggen van nou, bij nader inzien nemen we je die opdracht weer af. Dan krijg je vlak voor de kiezingen enorme interne ruzie, wat geheid in de media terechtkomt. En dat hebben zij niet gedaan. Dus zij zeiden van er is een ontsnappingsmogelijkheid. Je kan, ook als je niet op de lijst staat, meedoen aan het kandidatenreferendum. Dat was de eerste keer dat GroenLinks digitaal ging stemmen. Dus dat was ook één groot experiment. Ja. En de regels rond dat referendum waren ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd. En u heeft het niet toevallig gehackt? Ik heb het zeker niet gehackt. Nee, daar heb ik geen enkele behoefte aan. Dus tot mijn aangename verrassing toen ik had een berichtje op Facebook gezet, dat ik tot mijn grote verdriet niet op de lijst stond. En dat ik Jesse en de nieuwe fractie veel succes wenste. Toen kwam er vanuit alle, dat had ik, je moet het een keer meemaken om te ontdekken dat je, dan weet je pas wat je blijkbaar dus betekend hebt voor mensen. Is uit alle hoeken van de partij kwamen mensen van, dat kan niet en dat willen we niet. Binnen 24 uur waren er 3 Facebookpagina's, 2 Twitter-accounts van allemaal mensen die ik niet kende, die actie gingen voeren voor mij. Toen dacht ik, oké. Mij was verteld van dat referendum is eigenlijk niet te winnen, want dat zit zo in elkaar, dat je zo gruwelijk veel stemmen moet hebben dat dat niet lukt. Nee, iemand vergeleek met het een emmer naar beneden gooien, een emmer water, en dat degene die dat wil terug mag gooien. Een van de vele mensen die daar stukjes over geschreven heeft, het was Meinert Venema. Ja. De oud-hoogleraar politicologie van de UvA, geloof ik. Die had een citaat van het Centraal Comité in Parijs. En dat was, het Centraal Comité heeft het recht om een emmer water naar beneden te gooien. En de leden hebben het recht om diezelfde emmer weer omhoog te gooien. Ook dus het is gewoon heel eerlijk en open geregeld. Ja. Dus ik had me er eigenlijk al bij neergelegd. Ik was een plan B aan het ontwikkelen. En ik had een heel lijstje gemaakt van alle dingen waar ik een hekel aan heb in de politiek. Om een beetje afstand te nemen. Ja. Ik dacht, nooit meer media. Wat waren die dingen? Onder andere dat je niet 's ochtends wakker gebeld wordt door de media. Dat zitten we hier heel goed. Dat is, het hoort bij het werk en het is soms ook heel nuttig, maar soms denk je ook van nu gewoon even niet. Nou ja, die keuze heb je niet. Nee. En als je een normale baan hebt, kan je zeggen ik heb nu weekend en nu even niet. Ja, mijn telefoon niet op. Dus dat soort dingen had ik op het lijstje staan. Ik wil even naar die redenen, want er zijn al een aantal dingen genoemd. En ook in het stuk van Meinert Venema dat hij geschreven heeft, brengt hij een aantal dingen op. En één, het partijkader die zei GroenLinks is de afgelopen tijd ook niet groen genoeg geweest. Letterlijk, het groen dossier is de afgelopen jaren goed bediend, maar het kan veel beter. En u had het in een interview over dat u een goed gesprek zou voeren met het partijbestuur en het partijkader. En ik vroeg me af, is dat gesprek al geweest? En hoe kijkt u tegen die uitspraak aan? Nou, die uitspraak is het officiële advies wat toen de kandidatencommissie opgesteld heeft. Maar het is uw portefeuille. Ze hebben gezegd, ik was niet zichtbaar genoeg, ik had geen resultaten en ik was niet groen genoeg. En dat was het tweede hele mooie wat hier uitgekomen was. Dat wist ik ook niet. Maar allerlei kranten en tv-redacties zijn aan al mijn cijfers gaan checken. Van Google-meldingen. Ik wist niet eens dat je dat kon, maar dat schijn je te kunnen doen. Dus ze hadden gekeken naar de top 10-lijst van hoe vaak zijn die in de laatste 4 jaar in Google vermeld en hoe vaak sta ik daarin. Nou, dan kwam ik op de 3e plaats na de fractievoorzitters. Ze zijn gaan kijken naar media-optredens. Hoe vaak zit je in de krant, hoe vaak op radio, hoe vaak op tv. Nou, ook daar scoorde ik beter dan de top 10 kandidaten, behalve Bram en Jesse, die fractievoorzitter geweest waren. En de redactie van Jinek die kwam met, helaas hebben we geen uitzending. Maar wij hebben gekeken naar de hoeveelheid aangenomen moties en amendementen. En daar stond ik ook in de top 3 van alle Kamerleden. Dus ik denk dat die commissie gewoon die gegevens, ik wist het zelf namelijk ook niet, dat zij die gegevens ook niet hadden. Dus ik heb voorgesteld in elk geval bij de evaluatie de volgende keer, trek er een beetje geld voor uit. Zoek een factchecker, zodat je voor elke beetje serieuze kandidaat die gegevens voor je hebt liggen. Dat het niet het gevoel is in een bepaalde club van, wij zien er nooit. Of op dit onderwerp wat bij ons speelt, horen we haar niet. Maar dat je de wat meer gevalideerde gegevens hebt. Maar is dat, denkt u dan, aan de hand? Zijn er onderwerpen waarop u niet genoeg zichtbaar bent geweest voor de partij? Ja, mijn ambitieniveau ligt ongeveer hier. Dus dat haal ik van mijn leven niet. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met 4 Kamerleden... en de taak van Kamerleden is regering controleren en medewetgever zijn. Mm-hmm. En jij noemde net het lijstje al op van de onderwerpen die ik had. Ik heb 3 mm-hmm. hele ministeries. Ja. Dus dat gaat je nooit lukken om dat allemaal op een hoogwaardig en goed niveau te doen. En als ik het nu omkeer, zou het kunnen zijn dat u te groen was voor GroenLinks? Ja, weet je, dat is ook als het met je vriendje uitraakt, dan kan je eindeloos speculeren. Mm-hmm. Ja, was het nou omdat ik die keer ook heb staan flirten met zijn beste vriend? Of was het nou mm-hmm. omdat ik nooit een kort rokje aan wil? Of, ja, dat helpt je niet over die brug. Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je vaak hoort. Dus dat Jesse Klaver met de partij GroenLinks toch meer een beetje de richting Halsema op. Liever links dan groen. Ja, ik denk voor de mensen hier, als ze politiek geïnteresseerd zijn, kijk naar de doorrekening. Hè. Plannen die partijen maken, die worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en door het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan zie je op groen dat GroenLinks op alle punten, hè, van wat doen we met openbaar vervoer, wat doen we met luchtkwaliteit, mm-hmm. wat doen we met natuur, wat doen we met broeikasgassen verminderen. Ja, daar scoort GroenLinks het hoogste. Mm-hmm. Dus ja, GroenLinks is en heel groen en is voor een stevig sociaal beleid dat mensen aan de onderkant van de samenleving goed mee kunnen doen. Ik heb het partijprogramma grotendeels gelezen. En dus, het staat er inderdaad allemaal in. Maar op de grote happenings met Jesse Klaver gaat het er toch weinig over. Het gaat meer over een gelijkwaardiger of een gelijker Nederland. Ja, ik denk dat dat een kwestie is van wat vinden mensen interessant. Waar stellen mensen vragen over, wat willen mensen horen. We kunnen zo'n experimentje doen in deze groep. Van wat vind je nou het belangrijkste? Dat je een uitzicht hebt op werk, of ooit eens een keer een vaste aanstelling krijgt. Of dat je ook eens een keer of een groter huis kan huren of een huurwoning krijgt. Of hoe zit het met, raak ik straks mijn baan kwijt aan robots of mensen uit andere Europese landen? Of vind ik klimaatverandering heel belangrijk? En de kiezer wil het minder over klimaatverandering hebben. Nou, de kiezer is nog weer wat anders dan de mensen die naar meetups komen. De GroenLinks-kiezer. Jesse. Ik denk dat, dat laat al het onderzoek ook zien, dat de sociaal-economische en de sociaal-culturele onderwerpen op dit moment het meest besproken worden. Mm-hmm. Dat vind ik heel jammer, want ik ben de groene buitenboordmotor van GroenLinks. Dus ik vind ook dat de klimaatverandering en de lucht die je ademt, de omstandigheden waarin je leeft, heel belangrijk zijn. Mm-hmm. En dat je alleen naar die economie van de toekomst kan komen als je ook die groene kant doet. Het een kan niet zonder het ander. Nee, nou ik zie wel wat u zegt gebeuren. Het gaat veel over identiteit, het gaat veel over zorg. Maar die echte groene kiezers, weet GroenLinks die nog aan zich te binden? Of denkt u dat die toch ook wel naar de Partij voor de Dieren gaan? Ja, het ligt er weer aan wat je een echte groene kiezer vindt. Maar we hebben een meerpartijenstelsel. Mm-hmm. Dus GroenLinks heeft er niks aan als GroenLinks 20 zetels wordt en de rest op breed links progressief is weggevaagd. Dus het helpt juist enorm om een breed progressief links midden nest te hebben. En dan kan je weer werk geven aan de PVV, aan de VVD, en aan het wat rechtsere stuk ook van D66. Dus ik ben enorm blij als Marianne Thieme en haar club mensen onder andere bij de PVV weg kunnen halen, die op bepaalde onderwerpen toch naar haar toe komen. Heel even tussendoor, je had het net over 20 zetels. Dat lijkt me een mooi aantal. Dat het het wordt. Ja, dan is de kans natuurlijk groot dat GroenLinks gaat regeren. Met wie? Ja, dat is ook een gezelschapsspel. Er is zelfs een app van, geloof ik, waarin je kan invullen welke combinatie je wil, hoe likely het is hoe stemmen die partijpunten een beetje overeen. En kan je daar dan een combinatie van maken. Mm-hmm. We zijn nu gewoon de wedstrijd aan het spelen, we zijn campagne aan het voeren, de verkiezingen komen. Het enige wat ik zou doen is iedereen aanraden, hè, stem vooral met je hart en ga niet een of andere ingewikkelde strategische afweging maken met heel veel als-dannen erin. En dan krijgen we de uitslag van alle mensen die de moeite nemen om te gaan stemmen. Hè, moedig ook iedereen om je heen om de stem te gaan gebruiken. En dan kunnen we zien wat voor combinaties er mogelijk zijn. De kans is wel groot dat er naast een groot GroenLinks ook een groot rechtsblok komt. Of de PVV of de VVD nu de grootste wordt. En ik vroeg me af hoe u dat voor zich ziet. Die zijn vaak voor economische groei. De makkelijkste economische groei is natuurlijk wel met veel slechte grondstoffen. GroenLinks wil dat echt anders, staat in het partijprogramma. Is er dan een compromis te bereiken? De enige economische groei die ook op de iets langere termijn het volhoudt, is een groene groei. Al het onderzoek daarover laat zien dat als je bijvoorbeeld een robuuste industrie hebt die heel energiezuinig is, als er dan fluctuaties komen in de energieprijzen, dat dan die industrie het beter kan hebben. Dat als de burgers voornamelijk hun eigen energie in wijken opwekken, dat ze niet afhankelijk zijn van wat er op de markten gebeurt. Dus juist een groene economie is veel robuuster tegen schokken dan een economie die enorm afhangt van de graanprijs in Rusland en de olieprijs uit Saoedi-Arabië en dan nog een andere grondstof uit China bijvoorbeeld. Dus hoe meer we hergebruiken, recyclen en ook zelf in eigen hand hebben in Europa, hoe beter we naar de toekomst toe kunnen komen. En al het nieuwe werk zit aan de groene kant. We krijgen nog twee grote slagen waar heel veel werkgelegenheid in zit. En dat is heel Nederland aansluiten op glasvezel. En vervolgens die techniek ook aan andere landen beschikbaar stellen. En de andere is het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Daar zit het grote werk van de toekomst in de komende 10, 15 jaar. Dus dat is allemaal aan die groene kant. Aan de grijze fossiele kant krijg je eigenlijk alleen die robotisering, waardoor de banen weggaan. En het verder digitaliseren van werk, waardoor er ook werk uitvalt. Stel, GroenLinks gaat nu heel door op deze lijn en het wordt de grootste partij. Premier Klaver, is hij daar klaar voor, denkt u? Ja, het is 3 weken voor de verkiezingen. Daar kan ik toch maar één ding op zeggen. Natuurlijk is hij daar klaar voor. Het is onze partijleider. Hij is er fantastisch goed op voorbereid in de laatste 6 jaar. En het lijkt me fantastisch. En wat wordt uw focus als u bijvoorbeeld minister zou worden? Mocht ik ooit een keer gevraagd worden voor een ministerie, dan ligt het voor de hand. Hè. Succesvolle ministers en staatssecretarissen zitten over het algemeen op een gebied waar ze iets van afweten. En op een dossier waar hun partij een aantal duidelijke standpunten op inneemt. Dus ergens in het brede, ja, openbaar vervoer, milieu, klimaat, duurzame energie zou ik fantastisch vinden. Maar een rol vanuit de Tweede Kamer om ook een regering waar GroenLinks in zit te controleren, dat lijkt mij minstens zo fantastisch. Dank u wel. Er zijn ongetwijfeld vragen. Ja, zeker. Er werd net in het interview veel nadruk gelegd op wat is er dan eerder misgegaan. Maar ik begrijp, u staat hier op de lijst, dus dat is dan toch wel een felicitatie waard, zou ik zeggen. Zo'n emmer water wordt niet vaak zo opgevangen en teruggegooid. En ik vroeg me af, kunt u daar misschien iets over zeggen? Wat is uw analyse van, wat is het succes geweest? Wat waardeerden mensen juist erg van wat er naar boven kwam eigenlijk in de periode dat dit speelde? Ja, dat is een heel mooi bedankje en een hele mooie vraag. Ik denk, in het begin had ik er zelfs moeite mee om het allemaal te lezen. Omdat je dan toch gaat denken, zo goed ben ik nou ook weer niet. En ik heb soms ook gewoon helemaal geen zin. En ik gooi er ook wel eens met de pet na. En bij andere dingen, dan kreeg je een mailtje van iemand die ik echt 3 jaar geleden op een congres een keer, voor mij een beetje offend, van volgens mij moet je dat even zo en zo, en ik zou eens daar kijken en bel die eens. En die daar nog steeds zo dankbaar over zijn, dat ik ging denken van, hoe vaak heb ik de gelegenheid gemist om even de tijd te nemen om iemand te vertellen van, ik heb dit telefoonnummer voor je en misschien die website. Dus het duurde best een tijd voordat ik dat echt een beetje kon laten doordringen. En ja, ik maakte er van die offhand grapjes over. Van, het was zo'n 2 pagina's in de Volkskrant. Dus ik deed dan haha, de heilige verklaring van Tongeren in de Volkskrant. En het was denk ik pas nadat ik weer op die lijst stond, dat ik dat een beetje toe kon laten. Dat ik dus blijkbaar ja, toch voor flink wat mensen echt wat betekend heb. En dat is een heel raar gevoel. Aan de ene kant is het heel erg van zo, kijk mij eens. En aan de andere kant gaf het mij direct weer, ik ben best wel Calvinistisch opgevoed, zo'n verantwoordelijkheid van, oh, als ik dat dus blijkbaar kan, dan moet ik nu met dubbele inspanning hetzelfde blijven doen. Kregen we ook veel steun uit onverwachte hoek misschien? Bijvoorbeeld Henk Kamp, die... Ja, ook heel ongebruikelijk. Ik kreeg sms'jes van zo'n beetje 3/4 van het kabinet. En er verdwijnen wel meer Kamerleden van lijsten. En die worden niet allemaal ge-sms'd. Ik had een klein debatje waar Henk in zat, een algemeen overleg, gewoon in de commissiezaal. En wij stonden in de hoek even na te praten. En toen begon hij echt daar van achter uit de keel. He, dat doet hij zelden, maar met stemverheffing te voeteren. Op van, nou ja, met wat onaardige bijvoeglijke voornaamwoorden over die kandidatencommissie en de top van mijn partij. En toen zei ik ook tegen hem van, joh Henk, nou niet verder doorpraten, want dan ga ik hier staan huilen. He, en er staan allemaal camera's op, dus dat lijkt me niet zo geslaagd. En toen werd ik een half uurtje later ge-sms'd door de jongen die dat interview met hem gedaan had bij BNR Radio. Van, je moet even dit stukje terugluisteren, is wel geinig. En daar zegt hij, partijen... Ja. Hij zei het volgens mij ook precies zijn, maar hij zei iets heel aardigs. Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, hij zei zeker iets heel aardigs. Maar hij zei ook iets wat ik wel interessant vind om nog aan u voor te leggen. Hij zei, partijen gaan slecht met hun Kamerleden om en met hun politici om. En dat is ook, denk ik, enigszins de discussie die nu speelt binnen de hele zetelroofdiscussie. Partijen waarderen partijen het minder, het dissidente geluid binnen de partij minder. Hebben partijen tegenwoordig meer een gevoel dat je echt een eenheid moet zijn? Er zitten een drietal aannames in jouw vraag. De eerste is dat ik een dissidente stem in de partij geweest zou zijn. Geen dissidente stem, maar natuurlijk wel laat ik het dan zo zeggen, een individuele stem. Een stem die ook tegen bepaalde dingen in durft te gaan. Als dat nodig is, durf ik dat zeker. Maar ja, ik heb het GroenLinks-programma helemaal omarmd en ben daar enorm mee bezig. Ik heb er 2 gedachten over. Ten eerste, ja, het is een hele ruige sportpolitiek. He, als je op een rugbyveld gaat staan, dan weet je dat er iemand keihard tegen je aan kan lopen en dat je tegen de vlakte gaat. Mm-hmm. Dus wil je dat niet, dan moet je niet de politiek in. Maar ik denk wel dat de meeste mensen niet doorhebben hoe weinig wij Kamerleden ondersteunen. Van zo'n beetje heel Europa hebben de Nederlandse politici de minste medewerkers en echt behoorlijk slechte faciliteiten. Ik heb redelijk wat ander werk gedaan, waar je nou ja, een normale kantoorkamer hebt, waar je een beetje fatsoenlijk kan zitten. En ook iets aan ondersteuning. En de mensen die daar werken zijn allemaal geweldige medewerkers. Maar ik controleer dus 3 hele ministeries. En daar heb ik 1,5 beleidsmedewerker voor. Op een schaal 10, wat, nou ja, dat zegt niemand wat, maar niet echt heel riant betaald. Nee. Dus de manier waarop ik dat doe is eigenlijk ja, alles van me af organiseren. Ik ken in allerlei organisaties mensen die ik dan echt vraag, we hebben over 3 dagen een algemeen overleg over dit onderwerp. Kan je mij in een korte e-mail, want meer tijd heb ik niet, wat jij de 3 belangrijkste punten vindt geeft. Dus in plaats van dat je echt goede onderzoeksmedewerkers hebt, goede staf, mensen die je ICT-beveiliging voor je kunnen doen, moet je dat eigenlijk allemaal overal vandaan halen en bij elkaar zien te krijgen om bij die ministeries nog een beetje poot aan de grond te krijgen. Dus dat vind ik een van de problemen. En je bent dus eigenlijk ook een soort ZZP'er. Ja. Dank u wel. Andere vragen? Oh, ja, ik mag. Ik heb een tijd geleden alweer de film Cowspiracy gezien. Volgens mij zoals de helft van de wereld. En nou, het heeft in ieder geval bij mij gewerkt. Ik ben een stuk minder vlees gaan eten en dat is altijd goed. En in die film werd gesteld dat een aantal grote milieuorganisaties eigenlijk bewust nooit echt de focus op vleesconsumptie hebben gericht. Waaronder Greenpeace. En u bent directeur geweest van Greenpeace in Nederland. Ik vond dat nogal wat, misschien een beetje naïef, maar ik vroeg me af, is dat echt zo een beleid geweest of is dat een beetje stemmingmakerij van de documentairemaker? Nou, ten eerste geweldig dat het zien van die film heeft betekend dat je minder vlees ging eten. Voor mij was dat moment, ik ben een keer in zo'n grote varkensfokkerij geweest. Dus iedereen die overweegt, misschien moet ik wat minder vlees eten, ga een keer in zo'n varkensfokkerij kijken. Ik zal het hier niet vertellen, want de details zijn te gruwelijk. Maar dan, je eet zeker geen varkensvlees meer. Daar ben je echt helemaal in één keer vanaf. Dus voor iedereen is het iets anders, waardoor je op een gegeven moment denkt van, oh, ik kan ook wat bijdragen. En dan over de strategie van milieuorganisaties. Als je een campagne pakt, dan ga je kijken naar, is die te winnen? Dus een organisatie, Greenpeace had, toen ik daar directeur was, wereldwijd dezelfde hoeveelheid geld als ExxonMobil in 1 uur als omzet heeft. En dezelfde hoeveelheid mensen ook wereldwijd als de gemeente Haarlemmermeer. Dus het lijkt een ongelooflijke grote club. En je staat daar zo van, kijk ons als Greenpeace wezen. Maar het is eigenlijk maar een hele kleine organisatie in verhouding tot de clubs die ze proberen aan te pakken. Dus dan krijg je een proces van de 20.000 dingen die we eigenlijk zouden willen veranderen op deze planeet deze week. Welke zijn enigszins te winnen? En daar komt dan een viertal grote campagnes uit. Dus dat betekent niet dat er ooit besloten is dat anderen vinden we niet belangrijk. Maar er is gekeken van welke passen bij de expertise die we hebben. Welke passen bij de methodes waarmee Greenpeace werkte destijds. En zit er een redelijke kans in dat er wordt als een krachtenveldanalyse gemaakt van welke mensen moet je bewegen om ergens naartoe te komen. En daar komt dan een keuze uit van de wereldwijde directeuren. Die zeggen van, wij kiezen nu voor deze campagnes. Dus er zit een hele zwik tussen. Ook vlees heeft daar zeker tussen gezeten. Dus het is geen bewuste van we doen dat niet om, ik zou niet weten welke reden, want Greenpeace, nog Milieudefensie trouwens, nog andere clubs zijn te beroerd om wie dan ook aan te pakken. Ja. Of dat ze het probleem niet zouden zien. Ja, nee precies. Alleen op het moment dat de strijd dus eigenlijk niet te winnen valt, dan moet je je pijlen ergens anders op richten. Je kan in het leven een paar dingen doen. Je kan zeggen, een manifest maken van eigenlijk wil ik al deze dingen veranderen. En dat vind ik een van de goede dingen, bijvoorbeeld van het programma van de Partij voor de Dieren. Die zeggen eigenlijk, we zitten hier en we zouden daar moeten zijn. Nou, een heleboel mensen zullen het daar roerend mee eens zijn. Maar je kan ook een club zijn die zegt, ik ben bezig met het critical pathway, de stappen die kant op. En dat betekent voor mij dat ik eerst dit aanpak en dan dat en dan dat. Dus Greenpeace is destijds enorm bezig geweest met het behoud van oerbossen en enorm tegen de palmolie. Nou, dat weet jij ongetwijfeld, helemaal ook verweven met die veevoederindustrie. Dus je pakt eigenlijk hetzelfde ding aan, maar van een andere aangrijpingskant. Ja, maar de boodschap dat mensen dus geen vlees meer mogen eten is minder populair dan bijvoorbeeld dat er minder walvissen doodgaan. Maar ik vind dat wel lastig, want de boodschap dat de wereld als we zo doorgaan niet meer bestaat over 100 jaar, is ook een boodschap die je eigenlijk niet kan verkopen en een strijd die je niet kan winnen. Maar misschien wel een boodschap die op een gegeven moment toch urgent genoeg is om te gaan verspreiden. Ja, misschien moet je dit debat ook met iemand doen die nu bij Greenpeace zit. Want ik vind het, ik wil een paar keer wel antwoorden, maar GroenLinks heeft wel degelijk, er staat ook een vleestaks in ons programma, heeft wel degelijk een duidelijk beeld hoe wij graag zouden willen dat de wereld ging worden en welke stappen daarheen je moet nemen. En dat betekent bij elke stap dat die zeker niet het eindplaatje is. Ik ben al een jaar of 4, 5 een enorme fan van elektrische auto's. En in het begin ook heb ik enorm die Tesla's lopen pushen. Nou, dan krijg je direct het verwijt, ja, als je elke wereldburger een Tesla geeft, dan redden we het niet. Denk ik, dat weet ik ook wel. Maar hoe krijg je die zakenmannen, hè, die toch echt influencers zijn, uit die vette BMW's, Audi's en Mercedes'en? Nou, dat doe je alleen door ze een speeltje van hetzelfde formaat te geven. Du moment dat je een CEO in een Tesla krijgt, en dat is echt zo, gaat dat hele bedrijf op de schop. Want dan krijgt iemand interesse in energie. Dan wordt er binnen gekeken van, oh, ik wil eigenlijk mijn hele wagenpak. Hé, zouden die kleine wagentjes op de vloer ook niet elektrisch kunnen? Goh, we moeten wat meer aan energiebesparing doen. Dus zo nu en dan gebruik je een ding wat een tussenstap is in waar je naartoe zou willen, om ook bewustwording op gang te krijgen. Zonnepanelen op woningen, waar GroenLinks in het Lenteakkoord ook gezorgd heeft dat er een flinke subsidie op kwam, zijn eigenlijk de beste bewustwordingsinstrument wat je kan hebben. Je ziet het in elk huishouden wat die dingen op hun dak krijgt, het stroomverbruik gaat naar beneden. Hè, mensen gaan op die meters kijken, die vinden dat fantastisch spannend. En zonnepanelen zijn enorm besmettelijk. Als je eenmaal 2, 3 huizen in een straat hebt, dan gaat die hele straat. En de eerste wordt nog gezegd van, ja, er staan hier bomen en wat helpt dat nou? En die grote bedrijven verbruiken veel meer. En als je dan 2 of 3 van die huizen in de straat zover hebt, dan gaat die hele straat. Dus ik ben heel erg van de stappen de goede kant op nemen en mensen daarop aanmoedigen. En ik verwacht niet van één club dat ze alles kunnen aanpakken. Dat verwacht ik niet van een milieuorganisatie. Ja, en ja, Nederland waarschuwt Shell, Exxon, Gazprom en ik weet niet hoe die bedrijven in Saudi-Arabië hebben voor de laatste keer. Dat is een hele mooie statement, maar dat helpt niet zoveel in het gedrag van die bedrijven. Dan zul je toch ook zo nu en dan met ze om tafel moeten. Je moet van buiten douwen, je moet je eigen gedrag veranderen. En je moet kijken, hoe kan ik systemen ontwerpen die mensen helpen om de goede kant op te gaan. We hebben ruimte voor één laatste vraag. En ik zag daar. Ja, Groningen, wat zou er nou moeten gebeuren? Ja, Groningen, dat is echt. Ik had het er net ook heel even over. Ik vind het mensonterend dat wij in een land als Nederland, waar we toch denken dat we redelijk fatsoenlijk met onze burgers omgaan, een groep mensen. En het klinkt misschien gechargeerd, maar ik vind het dicht in de buurt van martelen komen wat wij daar met die Groningers doen. Ze zitten mensonterend gevangen in onverkoopbare huizen. En werkgelegenheid is daar niet heel erg hoog. Dus vinden die mensen daar buiten Groningen een baan, kunnen ze hun huis niet verkopen, dus kunnen ze daar niet weg. Dan krijg je heel vaak dat een van de partners gaat dan naar de plek waar dan dat werk is. De ander blijft in dat onverkoopbare, niet al te veilige huis zitten. Huwelijken vallen uit elkaar. Ik heb, in het begin dacht ik ook van, ja, dat zijn 5, 6 hele moeilijke gevallen. Even mouwen opstropen, ik ga daar wel heen. Die mensen moeten door dat proces te sleuren zijn. Maar echt hoogopgeleide mensen die een ton uitgeven aan juridische kosten, die in een fantastische antieke boerderij zitten, die het niet voor elkaar krijgen, die huilend in je armen vallen, die overspannen raken, die uiteindelijk een veel lagere schikking accepteren van, als ik er maar vanaf ben. Over hoeveel mensen gaat het? Er wonen 400.000 mensen in Groningen in totaal. Die zijn eigenlijk allemaal, en je hebt ook een stukje Friesland en Drenthe waar dezelfde problematiek speelt, die allemaal op een manier geraakt worden. Het kerngebied zijn er zo'n 100.000. En dat zijn best wel heel erg veel mensen, waarvan nu ook door de universiteit daar vastgesteld is dat hun gezondheid aantoonbaar echt veel slechter is dan gemiddeld in Nederland. En zij zijn aantoonbaar minder veilig. En een heleboel mensen, ja, raken zwaar in de financiële en in de persoonlijke problemen. En wie zou hier een oplossing voor moeten vinden? Is dat de overheid of de NAM? Of allebei? Ik vind uiteindelijk dat de overheid dat moet doen. Maar wij hebben hier dan de illusie dat de Nederlandse overheid, de Shell en de Exxon zijn de eigenaren van de NAM. Het is het derde en het vierde grootste bedrijf ter wereld. Dit is Nederland. Dit is het derde en het vierde grootste bedrijf ter wereld. Dus ik denk, want ditzelfde gebeurt ook in Nigeria bijvoorbeeld. En dan denken wij allemaal, ja, nou ja, die Nigeriaanse regering kan ook niet tegen de Shell op. De Nederlandse regering ook niet. Dus Shell Legal is hier een van de grote hinderblokken. En ik denk dat ons kabinet gewoon tussen de schadeclaims waar Shell en Exxon mee dreigen en de bevolking vastzit. Dan VNO-NCW speelt er ook niet een al te frisse rol. En dat daar gewoon geprobeerd wordt met pappen en nat houden. En een beetje van ja, toch wel een beetje die domme Groningers. Als ze nou maar de goede schadeformulieren ingevuld hadden, was alles goed gekomen. Dus het is bijna, er is geen makkelijke oplossing. Want 100.000 mensen daar weghalen en herbouwen, dan heb je het over heel stadsdeel Oost. Dan moet je dus een gigantische, als je al mensen zo uit hun roots, uit hun eigen plek weg wil halen. We hebben daar 100 van de mooiste oud-gotische kerkjes staan. Er staat daar een erfgoed van heb ik jou daar. Dat is allemaal aan het afbrokkelen. Niemand doet daar wat aan. Die hele geschiedenis gaat daar verloren. En de mensen die daar wonen hebben al het gevoel dat de Randstad hen verwaarloost, niet voor hen opkomt. Kloof, en dan zou nog de enige oplossing om ze redelijk snel veilig te krijgen is dat hele gebied ontruimen. Nou, dat slaat nergens op. De beste oplossing is subiet met die gaswinning stoppen. En dat is iets wat tot nu toe die bedrijven en de minister weigeren. Om echt serieus die gaswinning fors naar beneden terug te brengen en er alles aan te doen om dat te verminderen. Er ligt nog een hoop werk de komende jaren. Ja. Heel veel dank voor dit gesprek. En, ik vind dat het wel in de archieven gedoken wordt. Want minister Luns heeft toen dat aardgas verdubbeld aan Italië, omdat de verkiezingen waren in Italië. Dat klopt. Er komt een microfoon naar u toe, dan bent u verstaanbaar ook. Omdat de minister Luns bang was dat de communisten in Italië zouden winnen. En toen heeft hij het aardgas verjubeld aan Italië. Dus de KVP is eigenlijk de oorsprong eigenlijk van dit hele drama. Dat archief moet eens een keertje door een journalist goed uitgeplozen worden en op schrift gesteld worden. Dat is echt een schandalig punt. Het is ook in de media gekomen en er is inderdaad een verzoek geweest van de NAVO of Nederland dat wilde doen, want men was inderdaad bang dat Italië communistisch zou worden. Ja, dat klopt inderdaad. En wij leveren nog steeds ook aan Italië en ook voor een hele lage prijs. En er zijn een paar pogingen gedaan met arbitrage om die prijs wat omhoog te krijgen. Heel klein beetje gelukt. Maar daar zitten wij nog steeds aan vast, omdat wij ook geen overmachtclausules willen inroepen. Dus één van de vele aspecten van die Groningse aardbevingszaken. Dank u wel. Dan, dank. Het is tijd voor de volgende spreker. Willem Vissers. Hij is